We zijn vandaag in Hollandse Tuin en wij zijn op uitnodiging van de vrienden van het Oude Dorp. En we organiseren deze borrel omdat we daarmee twee doelen bereiken. Aan de ene kant faciliteren we gezelligheid en dat is wel iets wat wij heel erg belangrijk vinden. Aan de andere kant leren ondernemers elkaar kennen. Wij leren ondernemers kennen, ondernemers leren ons kennen. En dat is toch ook wel een belangrijk onderdeel van deze borrel. Nou, ik zou je eerlijk vertellen, ik ken nog niet iedereen bij naam. Maar ik ken hier ongeveer de helft denk ik van de mensen. En ik hoop wel wat meer mensen weer te leren kennen vanavond. Want hoe meer mensen je kent, die kunnen je altijd weer ergens mee helpen. En je moet met elkaar bezig zijn om tot een goed doel te komen. Dus ons kent ons, hè, zeg maar. En dat is in Leiden Dorp belangrijk. Dat is in Leiden ook belangrijk. En uiteindelijk kennen in alle regio's ook weer heel veel mensen elkaar. Na de zomervakantie beginnen we gelijk met de vriendenfeesten. Welkom thuis in Leiden Dorp. Dat is voor iedereen. Dat is 3 dagen feest in de Houtkamp. En dan hebben we ergens in december... hebben we het hele kerstgebeuren hier, dat is gezellig. Alles wat wij organiseren is gratis toegankelijk. En we proberen echt voor alle doelgroepen in Leiden Dorp en omgeving voor iedereen wat te doen. Dat kost ook geld. Dus ondernemers kunnen dat faciliteren, kunnen hun maatschappelijke betrokkenheid laten zien. Wij kunnen voor hen dit soort borrels organiseren. We hebben tijdens de vriendenfeesten hebben we ook sponsorborrel. Nou, op 11 juni hoop ik dat er heel veel ondernemers naar het gemeentehuis komen. Want dat is niet alleen maar voor LOV-leden, maar ook voor alle ondernemers uit Leiden Dorp. Dan organiseren we samen met de gemeente een ondernemers-event. En dat is eigenlijk een ondernemersmarkt. Dus je kan allerlei vragen stellen, er staan allemaal standjes. En wij staan er als LOV ook bij. En er is ook nog een talkshow. Er komt zeker nog een sloepentocht. En die wordt heel gaaf, 20 juni. Dus ik zou zeggen, LOV-leden, schrijf je snel in, want vol is vol.